Yo mensen, het is Bassi, je favoriete zwaargewicht. We zijn aanbeland in speel 122 en er gaat afgetrapt worden door Heracles tegen Roda. Het is Brian tegen Tom en wat gaan ze lekker. We gaan het allemaal meemaken. Nou jongens, ik zou niet te lang wachten, want dan val ik dadelijk in slaap. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Maar ja, die jongens moeten zich natuurlijk goed voorbereiden. Het zijn geen grappige potjes, het zijn serieuze potjes dit. Roda heeft de aftrap en... Speel 122 is gestart. Marcelo, we zien hier een oranje bal. Dat is opvallend. Dat is iets wat mij opvalt in ieder geval. Dat heb ik nog niet gezien. Ik zie hier Garrett Bill. Die steekt hem diep. Op Inform Ronaldo. Team van de week spelen. Daar gaat hij. Oeh, en dan trapt er bijna de 1-0 erin. En dan is het toch bijna Heracles wat de voorsprong kan komen. Dan is hier Ronaldo, of Ronaldo Messi bedoel ik, voor Roda. En dat was de eerste aanval van Heracles. En Roda die is nu in aanval. Die verliest de bal. Dan is het... De Rafinha zag ik nog in beeld staan, want die zijn nog niet gewisseld. Ik denk dat Rafinha dadelijk eruit gehaald wordt. We zien hier Casemiro van Roda. Neymar. Het zijn natuurlijk wel spelers die wel serieuze voetballers zijn natuurlijk. We hebben hier weer... Ronaldo wordt veel gezocht, zie ik. Dat is natuurlijk niet geheel onlogisch, want dat is een aardige voetballer. Dat is het buitenspel en dan denk ik dat de wissels doorgevoerd zijn. Dus die Sergio Ramos duel, een duet doet hij met Smalling. Een goed duo. We hebben hier... Pogba, Casemiro, Messi aan de bal. Messi steekt hem diep om Neymar. De twee team gaan. Oh, wat een redding zeg. Dan wou hij hem over de keeper heen chippen, maar goede redding van de keeper. En dan had het bijna 1-0 gestaan voor Roda. Maar ja, bijna, daar koop je precies niks voor. Nou, dat is wel toevallig. En hier Bailly, die steekt de bal diep. Wou die diep steken op Neymar, geloof ik, als ik het goed heb. En dan is Roda weer aan de bal. Het gaat een beetje op en neer. Het is... De eerste aanval was voor Heracles. Daarna heeft Roda een beetje de overhand genomen. Maar ja, we zijn nog maar net onderweg, dus we moeten nog niet te veel conclusies trekken natuurlijk. We hebben hier Messi wordt gezocht en die wordt onderschept. Dan gaan we, dan is Vidal op Alaba. De linksback die natuurlijk veelvoudig mee naar voren gaat. Dan hebben we Ronaldo. Dan, die paast hem strak op Bill. Maar daar is Smalling. Chris Smalling, wie kent hem niet? De plaaggeest van vele aanvallers. Wat is dat, een ongelofelijke beast. En dan wordt hier... Oeh, dat is onderschepping. Van Ronaldo van Roda. Roda-Naldo, kan je hem ook wel noemen. Maar hier kwam niet zoveel uit. Vidal van Heracles. Die heeft weinig medespelers die hem willen helpen. En dan is daar Garrett Bill. Die kon het wel winnen, maar daar wederom Smalling. Paulus Pogba, die hier Neymar vindt. Neymar Modric, en is hij weer Pogba. Die paast Ronaldo in. Ronaldo draait open. En dan is hij hier Woken. Die buitenom gaat. En dan gaat hij dan misschien de voorzet geven. Hij wou de voorzet geven. Maar dat werd geblokt door Alaba. En dan gaan we hier door met Garrett Bill. Die op de linkerflank speelt. En die Bill die heeft er zin in. Dat kan ik alvast verklappen. Ik heb net even gebeld natuurlijk. Hij zei, jongen, ik heb er zoveel zin in. We gaan even vlammen. En dat is natuurlijk te zien. Kijk eens. Hij gaat... Oh, wat een pas. Op Ronaldo. En die houdt iets in natuurlijk. In de actie van Ronaldo. Die zoekt hier Garrett Bill. Garrett Bill legt hem op Sanchez. Sanchez wil hem terugbrengen. Dat lukt helaas niet. Voor Heracles. Dan is hier Messi. Roda. Ik ben elke keer als ik Roda wil zeggen, zeg ik Ronaldo. Dat is toch een beetje ingewikkeld allemaal. Zo moeilijk hoeft het dan niet te wezen. En hier Ronaldo van Roda. En die wordt ook onderschept. En dan lijkt het een keeperbal te gaan worden. Of een corner. Een keeperbal natuurlijk. Niet te gek gaan noemen was. Zie je De Gea met de uittrap. Wie gaat die zoeken? Nou, hij is op zoek naar Pogba. Of niet op zoek naar Pogba natuurlijk, want Pogba onderschept hem. Moet even bij de les blijven, Bas. Kom op, zeg. Roda nu met bal. Oh, dat wou ik zeggen, maar terwijl Roda de bal had, werd hij onderschept. En dan is hij hier Neymar de 16 met een heerlijk hakje, zeg. Eerlijk is eerlijk. En dan wordt er gemist. Vidal, Vidal, Vidal. Oh, er werd nog van richting veranderd. Want dat was een heerlijke aanval met een hakje van Neymar. Neymar die hem hier teruglegt. En wordt hij weer teruggelegd. Fellaini. Ze noemen hem ook wel Afrojack. Maar hier is Messi van Roda. Met Neymar. Neymar die wou even dat korte dribbelen, dat werkte niet. En dan is het weer Heracles. Het gaat alle kanten op, dames en heren. Het gaat alle kanten op. En dan praten we niet over Spanje. En dan had dit misschien wel een penalty kunnen wezen. En dat wordt het niet. En dan lijkt dat Ronaldo daar misschien wel geblesseerd is. En dan heb je de pop aan het dansen, dames en heren. Want dan is de sterspeler gewoon geblesseerd. En dat wil je niet, kan ik je mededelen. Oh, weer iemand op de grond. Het is een slagveld hier. Oi, oi, oi. Heracles tegen Roda. Het is meer dan alleen voetbal. Het is gewoon een slagveld. Ongelooflijk. Vrije trap wordt kort genomen en dan Bill. We hebben vaker Bill gezien met afstandsschoten in de E-divisie.
Maar hij werd geblokt. Maar alsnog de kans voor Heracles. Fellaini. Fellaini op de paal. Potverdikkie zeg. En weer. Was buitenspel. Paal, lat. Alle flippenkasten worden nu uit de kast getrokken hier. Maar de eindstand is gewoon nog steeds dat het 0-0 staat. En gaat hij dan kort spelen de keeper? Dat lijkt mij toch niet. Hij gaat hem ver uittrappen. Dan is het Roda die de aanval zoekt. Nog steeds 0-0. Pogba. De Roda komt er nog niet echt doorheen. Ze hebben één grote kans gehad. Hetzelfde geldt een beetje voor Heracles. Die misschien wel iets meer kans gehad trouwens, moet ik zeggen. Ik kwam de paal en toen het buitenspel op de lat. Maar daarvoor natuurlijk ook de kans met Ronaldo in de eerste minuut al. Het is vastnog beide kanten op en neer. Ik zou zeggen, ja, Heracles misschien iets meer kansen. Maar het scheelt niet heel veel hoog is. En met ik dat zeg, oeh, Bailly die er goed tussen zit. Want Ronaldo kon bijna ontsnappen. Dan is hier Cristiano Ronaldo. Ronaldo, team van de week Ronaldo. Kan hij laten zien met de afstandsschot. Oh, een zwabbertje. Links, rechts, links, rechts. En de Gea die wist het allemaal niet meer. En die denkt, weet je wat, we boksen hem over de achterlijn heen. Dan gaat hij Heracles, ho, dan gaat hij even hier dansen met de bal. En dan is het Bale die de bal verliest. En dan is er toch misschien nog een mogelijkheid voor Roda om er even uit te komen. Met Pogba, die wil spelen op Neymar. Dat is een beetje onvrede hier bij Tom. Tom denkt, jongens, jongens, hoe kan dit toch allemaal? Renato Sanchez hier van Heracles. En dan komt de bal uiteindelijk bij Bill. En Bill is natuurlijk links. En die haalt hem uit in de lange hoek. En dan wordt de keeper die hem tegenhoudt. Neymar kan er nog langs. Legt hij hem af. En weer geblokt. Jongen, potverdikkie zeg. Jongen, jongen, wordt hij al geroepen. De kansen zijn toch wel iets meer voor Heracles nu. Maar het staat nog steeds 0-0. En dat heb ik vaker in de E-divisie gezegd. Je moet ze natuurlijk wel afmaken. Want kansen, ja, leuk dat je ze hebt. Maar je moet ze afmaken. En anders heb je er natuurlijk helemaal geen rol aan. Dan is het hier Heracles die toch weer de aanval zoekt. Vlak voor rust. Gaat er nog een doelpunt vallen voor ons? Dat is de vraag. Want de fans die zitten natuurlijk ook te wachten. Die denken, oh jongen, jongen, wat is dit nou? Maar het is natuurlijk nog een beetje een schaakwedstrijdje misschien wel. Oh, voorzetje laag op Ronaldo en er zit er weer de verdediging tussen. Vidal met een strakke bal op Neymar. Neymar houdt de bal vast en dan schiet hij hem. En dan is het weer de Gea, geloof ik. Potverdikkie, de Gea, team baard. Wat gaat hij toch ongelooflijk lekker. Misschien nog een laatste kans voor Heracles. En dan is het hier Roda die de bal... Misschien nog een countertje voor Roda, dat zou nog kunnen eventueel. Messi hier aan de bal. Neymar kan hem misschien... Oh, dan gaat hij toch langs. Dan dacht iedereen dat hij bal ging spelen. En dan zit Heracles ertussen. En dan is het toch dadelijk weer rust. Ja, het is rust. Ja, jongens. Ik weet niet of jullie wat te melden hebben nog. Ik zie hier 3-0 voor Roda. Gaat er nog wat veranderd worden, Tom? Nee, nog niet. Nog niet. Tom die vindt het allemaal prima. Die denkt 0-0. En Brian die is ook gefocust natuurlijk. We gaan het na de wedstrijd even meer over hebben. Want ik moet ze natuurlijk wel even een beetje die focus gunnen natuurlijk. Maar ja, dat moet natuurlijk ook gewoon verslag gedaan worden. Want ja... Ik zit er niet voor Jan Lul natuurlijk. Dan hebben we hier Heracles die nou natuurlijk aan de andere kant moet scoren. Dat lijkt me heel logisch als je natuurlijk een andere helft speelt. Maar Roda, misschien vindt Roda het wel prima een puntje. Je weet het natuurlijk niet, aangezien er niks veranderd gaat worden. Maar hier gaat Messi. Kyle Walker op rechts. Even kijken, Ronaldo hier. En er wordt wel getikt door Roda nu. Er wordt getikt en Messi komt hier vrij. Messi komt hier vrij en dan is het 1-0 voor Roda. En ik zit even hier naar boven te kijken, want hij kwam toch even uit de lucht vallen, dames en heren. 0-0-0 en hij zegt ik ga niks veranderen en 5 minuten later is het 1-0 voor Roda. En dan moet Brian toch aan de bak, want ja, kansen heeft hij genoeg, maar je moet scoren natuurlijk. Want als je niet scoort, kun je niet winnen. Behalve als de tegenstander een eigen doelpunt maakt. Maar ja, dan is het toch Tom die aan de langste eind trekt tot nu toe. Hij zegt ik ga niks veranderen, hij wacht op dat kantje en dan is het boem, prikken, Renato Sanchez... En dan gaat Roda misschien toch wel iets meer op de counter spelen. Dat is toch wat we vaker gaan zien. We gaan, wordt toch meer de bal in de ploeg gehouden. Brian gaat hier nog op zoek natuurlijk. Hij wil gewoon winnen neem ik aan. Dus hij gaat op zoek naar 2 treffers. En dan moet hij niks tegen krijgen. Maar goed, hier is Casemiro van Roda. En dan is het toch die verdomde Messi. Hè, die gewoon dezelfde huikeler heeft als een shirt van Roda. Dat is wel matchen natuurlijk. En dan is dan wordt hier door de benen gespeeld. Dan is die Ronaldo. Team van de week Ronaldo. Zo, 1-1. Team van de week Ronaldo. Dan is het Messi en Ronaldo. Allebei 1-1. En wat een spektakel. De eerste helft was niet om aan te gluren. Ja, wel kansen, maar niet goals. En dan is het toch alweer meteen in de tweede helft 1-1. Wat gaan ze dan toch weer lekker. Ronaldo en Messi. En wat zitten ze elkaar weer op de hielen, die twee. Potverdikkie zeg. Jullie mogen gaan beslissen wie de beste van de wereld is. Ik ga dat lekker niet doen. En dan gaat Roda door. Want die denkt, ja, 1-1. Ik stond voor. Ik moet wel even weer aan de bak. En dan gaan ze. Maar dan zit hier Heracles met Ronaldo. Dan is het toch die Ronaldo die gepakt is. En dan gaat hij weer diep. En die Ronaldo kan rennen, kan ik je vertellen hoor. Maar hij wordt nog door Ramos, zijn teamgenoot eigenlijk, officieel, tegengehouden. Dus die Pogba, die zoekt Ronaldo, Casemiro. Die we niet heel vaak zien, Casemiro, in de teams. Maar toch een goede speler is eigenlijk. Dan is hier Neymar die de bal opvangt. Die speelt hem terug op Cristiano Ronaldo. Die doet een fake pass, fake shot. Ja, het is net hoe je het doen wil natuurlijk. En dan kan Heracles er weer uit. Heracles,
die op zoek gaat naar die 2-1. Hetzelfde wat Roda misschien was het doen. Maar hier is vooralsnog Ronaldo van Roda en die schiet. Oh, zo, wat doet de keeper hier, joh? De keeper die is ook, ik heb hem vaker gezien. Misschien een beetje te veel vodka gehad of zo. Want ik zie wel vaker keepers die misschien een beetje dronken lijken te zijn. Maar goed, als je hem houdt, dan hou je hem natuurlijk. Maar het is natuurlijk fijn als je hem klemt. Pogba hier voor Roda en die ziet hier Ronaldo vertrekken. En er zit er weer wat tussen. Vooralsnog zijn er wel aardig wat kansen. Maar de goals, ja, 1-1. Het is misschien een beetje magertjes en daar hou ik niet van. Dat kan je misschien wel zien. Ik ben niet van het magere werk. Maar ja, 1-1. Wat moeten we ervan zeggen tot nu toe? Ja, ik heb het net al gezegd, eigenlijk veel kansen. Maar veel gemiste kansen eigenlijk. Dat is het weer een ding. En dan toch verdedigen die er af en toe ertussen zit. En ja, het is toch een beetje lastig allemaal. En dan gaat Heracles toch op zoek nu naar de 2-1. Of de 1-2 moet ik eigenlijk zeggen. Fellaini. Fellaini kan hier natuurlijk Neymar terug diefsturen. Op Neymar. Diefsturen. En dan ja, Brian Dybala, die had natuurlijk hier kansen gezien. Dan is de ingooi van Roda. En dan zie je ook een beetje teleurstelling bij Tom. Oh, daar had Bill had die bal kunnen pakken, maar de aanval duurt nu iets langer. Even kijken of Bill nog wat tafereel uit kan halen daar bij die cornervlag. Nee, kan niet. En dan is Roda die het weer verdedigt. Dus alsnog veel aanvallen die worden gestopt door de verdediging. Het staat 1-1, maar het had denk ik al misschien wel 3-3 kunnen staan. Misschien praat ik nu heel gek, maar in mijn beleving had dat gewoon allemaal gekund. Ik zie veel slordigheden in deze wedstrijd van de heren. Ze zijn allebei ook niet echt tevreden, heb ik het idee. Maar even kijken. Messi hier, die achter de bal aanrent. Fellaini, die steekt Neymar diep weg. En dan is hij toch nog binnen. En dan gaat hij over de rechterflank. Neymar, houdt hij hem dan toch binnen? Oh nee, het zag niet. Houdt hij hem niet binnen. En Brian die baalt daarvan. Dat is op zich logisch. De Gea voor de uittrap van Roda. Voet naar Cristiano Ronaldo. En die verliest hij. Het komt wel. Dat gebeurt ook niet vaak. Gareth Bale over de linkerflank. Alaba. Oeh, die wou Gareth Bale weg diep. Wow, ik ga weer gewoon een fout in. Die wou hem diep wegsturen. En dan is hier Ronaldo. Ronaldo die legt hem op Bale. En Roda die verdedigt weer. En dan lijkt het vooralsnog af te steven om een 1-1. Want kansen zijn er wel. Maar allebei hebben ze in één keer verzilverd. En dat had veel meer moeten wezen. Maar ja, is het nou een iets mindere aanval of afwerking? Of is het nou gewoon goed verdedigen? Ik laat het aan jullie over. Er zijn toch wel wat slordigheidjes van de heren. Nou, de laatste 10 minuten zijn ingegaan. Ik weet niet, ik denk dat ze allebei wel de intentie hebben om die drie puntjes te gaan pakken. Maar hier wordt Neymar weggestuurd. Dan gaat hij. Neymar, gaat hij hem voorzetten? Wat gaat hij doen? Nou, oh, hij gaat. Oeh. De voorzet komt niet helemaal aan. Vidal met de afstandsschot. Oeh, wordt ook geblokt. Frederik van Roda zit er dan goed tussen. Maar dan is het toch weer het inleveren van Roda. Wat het toch wel kansen biedt aan Heracles. Dus ik weet niet wat er allemaal aan de hand is daar. Maar hier kan in ieder geval een koud ingezet worden door Roda. Oeh, dat is een Mark van Bommeltje zie ik hier. Een professionele overtreding noem je dat. En dan gaat het hier de paas niet goed. Casemiro probeert nog even met de schade langskomen. En dan kan Heracles eruit komen. En dan houdt Smalling Ronaldo van de bal. Want die Smalling is gewoon een ongelofelijke tank. Vandaar dat ik dit legershirt aan heb gedaan. Dat matcht gewoon heel goed. En dan is hier, even kijken, Walker die zelfs mee is, geloof ik. Oh nee, dat is niet waar. Gareth Bale, Ronaldo. Oh, Ronaldo die We gaan de laatste minuut in, heren. De corner voor Heracles. Gaat hij hem dan kort spelen of toch lang? Dat is de vraag. Het is 1-1. Ik weet niet wie je nou het meest blij mee moet zijn. Misschien wel Roda. Maar ik moet eerlijk zeggen, Roda heeft ook zijn kansen gehad. Maar ik denk dat Brian ook natuurlijk wel de 1-2 zou willen maken. Maar dat geldt ook voor Roda. Die hier in de counter misschien nog een mogelijkheid heeft. Maar de bal wordt in de ploeg gehouden. Tenminste, dat wordt geprobeerd. Dan zie je Pogba. Die speelde naar Neymar. Neymar naar Messi. Messi naar Modric. Modric terug op Ronaldo. Ronaldo met een sleep. En dan houdt het daar ook weer op. Dit is toch wel het beeld van de wedstrijd. De handen worden geschud. Het is 1-1 geworden.